man en hond. De kijkers weten niet, natuurlijk niet hoe hij reageerde, weet je. Of hoe hij was. Kijk, nu hangt zijn staart gewoon lekker laag, weet je, normaal. Rughaar gewoon naar beneden, weet je. Maar kijk, ja. Maar ik weet niet of die kijkers me dat gelul van me wat vinden, weet je. Dus, en ik zei al gelul, dus... Kijk, die jou zit te staren. Het is echt een eigenwijs wezen, maar dat vind ik zo grappig. Dat wil ik moet zeggen. Kijk, ik weet eigenlijk niet hoe we aan de tackle kwamen. Maar wat ik grappig aan de tackle vind, is ook geen doorsnee. Het is een heel, heel apart, dat vind ik wel geinig. Gaan we zo naar huis, Kip? Hi, liefje. Kijk, plek zien. Mevrouw, nou wil ik niet lullig doen, hè, maar u stond aan die kant en uw hond was ook aan die kant. Dus ik loop aan deze kant. Mijn hond die zoekt nooit problemen. Dus het is handiger als wij elkaar passeren en dat je hond toen aan die kant stond. Snap je wat ik bedoel? Dus nou moet ik of mijn hond naar deze kant nemen voor jou. Dan moet ik mijn hond voor jou gaan aanpassen, omdat jij maar niet een andere riem wil nemen. Snap je? Sorry meneer, maar dat was niet mijn bedoeling. Nee, u hoeft er geen sorry voor te zeggen, maar... Ik heb het al vaak. Kijk. Hier. Ik heb het al vaker benoemd. Nee, dat komt door die verkeerde riem. Dat is een aanval. Hij is niet van mij die hond. Nee, dat moet u tegen uw baas zeggen. Dat is een aanvalsriem. Uw baas zit bij de politie, dat weet ik toevallig. Dat is een aanvalsriem. Daarmee leer je hond. Sorry, ja, echt waar. Want die hond kijkt maar naar zijn rug en zo. En hij ziet mijn hond. Maar door die spanning in die riem. Denkt hij dat hij moet aanvallen, dat hij moet verdedigen. Ja. Daarom doet hij dat. Want als dat kleine zoontje van die mevrouw naar buiten loopt met een normale riem. Ja. Dan hij heeft vaak genoeg met elkaar samengelopen, die honden. Ja. Maar niet wanneer hij die riem hoort. Snap je? Kom, boy.